En dat is dan de Shell, daar wordt benzine gemaakt. Nou, daar zijn ze in ieder geval met fossiele brandstoffen bezig. En ja, hier is het contrast eigenlijk ook het grootste, zeg maar, van de natuur, de veldleeuwerikken die je hoort, de massa's aan orchideeën die hier staan. En op de achtergrond inderdaad de industrie van Shell Moerdijk. Wat hebben die vogels hier te zoeken dan? Ja, de rust. Hè, van, er komt hier eigenlijk geen mens. En dat is, vogels zijn heel gevoelig voor menselijke aanwezigheid, recreatie, noem het maar op. En hier, ondanks dat het een industrieterrein is hier heel veel rust. Die tijdelijke natuur, hebben jullie hiervoor gezorgd, maar hoe heb je dat dan gedaan? Ja, hier heb je terreinen die zijn uitgeefbaar. Uiteindelijk als er een klant komt en die wil hier een fabriek of een containeroverslag bouwen, ja, dan is dat mogelijk. Dan kun je zeggen van ik wil geen natuur, ik ga alles kort maaien en kort houden. Dan hebben we ook geen last van natuur. Maar je kan het ook anders bekijken en zeggen van ja, zolang we hier nog geen klant hebben, laten we de natuur zijn gang gaan, zodat de natuur daar ook van kan profiteren.